Hi lieve mensen, mijn naam is Melissa en vandaag wil ik jullie heel graag meenemen naar de Asian Food Festival in Rotterdam bij de Euromast. Ik kijk hier zo naar uit omdat ik heel erg van Azië hou. De cultuur, ze zijn zo humble, ze zijn zo vriendelijk. Dus nu kunnen we gewoon in Rotterdam een stukje Azië voelen zonder dat we een ticket hoeven te kopen. Let's go! Hier alleen wel een beetje jammer dat het echt super druk is, dus voor elk kraampje moet je voor mij te lang wachten. Maar ik heb ook jouw pans gehaald, dit ziet er echt heel lekker uit. Dus let's try it! Nou, dit is zo lekker! Het lijkt op kipnuggets, maar veel, veel lekkerder. Het is Japans. Ik ben weer onderweg naar huis. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij te druk was om echt te kunnen genieten van het eten. Bij elk kraampje moest je ongeveer een kwartier in de rij staan om te bestellen. En als je eten had, dan waren alle tafels bezet, dus dan eet je gewoon op de grond. Ja, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar je ziet wel dat er heel veel mensen op afkomen bij zo'n Asian Food Festival. Dus voor mijn part, organiseer dit gewoon elke maand. Dan is het ook minder druk. Maar als je Azië op zijn best wil ervaren, moet je toch een ticket kopen. Nou, het staat mooi hoor.